is Wim Dries. Ja, ik ben natuurlijk de nieuwe burgemeester van Genk. Maar wie ben ik? Ik ben 37 jaar oud. Ik ben getrouwd, heb twee kleine kinderen. Dus ik ben eigenlijk al schepen vanaf 2002 tot enkele dagen geleden. En dan nu burgemeester. Ik denk dat inderdaad jongeren onder de 20 mij nog niet echt kennen. Want dat is, ja, ik ben ondertussen al 37. Dus voor die jongeren verschrikkelijk oud. En terecht. Ik vind het wel een uitdaging om te kijken van hoe kan ik... Ja, toch wel contact houden met die jongeren. En ik vind dat wel belangrijk om een leefwereld te kennen. Wel, Genk is een jonge stad. Hè. Niet alleen letterlijk. Hè. We zijn nog maar 10 jaar stad. Maar ook in de cijfers. Hè. We zijn de centrumstad met de jongste bevolkingspopulatie. Dus onze jongeren maken een... 25% van onze inwoners zijn jongeren. Hè. Dat is ontzettend veel. Dat schip dat gaat in dezelfde richting doorgaan met het beleidsplan wat we hebben om af te werken. Maar dan zijn er twee andere elementen waar dan ik denk dat wel het verschil zit. En één is daar denk ik een belangrijk element in naar de jongeren. Dat is toch wel een iets andere stijl van communiceren. Mijn open stijl, misschien wat directer. Ik denk dat jongeren dat ook liever hebben. Ik probeer ook via de sociale media, via andere kanalen, toch wel proberen die jongeren wat te bereiken. Omdat ik het, hun mening ontzettend belangrijk vind. En ik denk dat men dat wel gaat voelen als anders ten opzichte van Jeff Gabriel. Dat die communicatie, zeker met jongeren, maar met heel Genk, wel wat anders is. En dan een laatste element, en dat is misschien toch ook wel belangrijk. Wel... Er is ooit een professor die gezegd heeft, Genk is degelijk, maar saai. Nu, ik wil die degelijkheid behouden, maar ik zou dat saaie wat willen doorbreken. En ik zou van Genk een bruisende, warme stad willen maken. Maar naar de jongeren toe vind ik dat we toch nog meer moeten inzetten op dat, ja, dat uitgangsleven. Maar ik denk dat er drie zaken zijn die we zouden moeten de komende jaren moeten stimuleren. Hè. Ik denk, één, moeten we kijken hoe kunnen we de jeugd meehelpen om te organiseren. Hè. Het jeugdcentrum nog verder gebruiken, maar ook alles hoeft niet in het jeugdcentrum door te gaan. En hoe kun je jongeren stimuleren om activiteiten voor jongeren te organiseren. Ten tweede, zou ik heel graag in het centrum van Genk de horeca wat beter bij elkaar brengen. En zo willen we bijvoorbeeld rond heel de grote markt horeca hebben. En dan komen we tot de derde. En dat is waar plaatsen we nachthoreca? En ik zie daar drie locaties voor. Dat is tegenover het jeugdcentrum. Op die parking. Eventueel langs het jeugdcentrum. Daar in die buurt. Dus dat is dan één locatie in plaats van twee. Maar in de buurt van het jeugdcentrum. Of op KRC. Zo'n dingen kun je niet van vandaag op morgen veranderen. Maar wat we moeten doen, en daarom wil ik heel sterk op mijn eerste punt inzetten. Jongeren mee ondersteunen om te organiseren. Want dat kan wel snel gaan.